Misschien wil jij eerst op mijn verhaal reageren vanuit wat je hier neergezet hebt? Of zeg je, dat heb ik eigenlijk al gedaan, in het heb een paar keer verwezen naar moedige vragen en hoe dat is. Ik heb inderdaad indirect een beetje op gereageerd. En ik ben wel heel lang aan het woord geweest, dus ik denk dat het zo meteen. Oké. Ja, net als ik heb je heel veel gezegd in korte tijd. Een heleboel zaken waar ik het graag mee eens ben. Maar ik vind het lastig om een kern te pakken. Kijk, over zaken als antidogmatisme en openheid, daar zijn we het denk ik volkomen over eens. Dat is verder, wie wil nog dogmatisch zijn in onze kringen? Niemand. Het ergste ongeveer wat je verergst bij mij, wat je naar je kop geslingerd kunt krijgen. Net hetzelfde als sectarisch of vooringenomen of uitsluitend erop uit om je eigen gelijk te bevestigen. Ik ben het allemaal met je eens, maar volgens mij is dat niet het kern van het probleem waar we mee zitten. Wij zitten in onze universiteit niet te worstelen met het feit dat we te dogmatisch zijn, dat we te vooringenomen zijn, dat we te zeer een partijstandpunt innemen, dat we te zeer als buitenstaande kritiseren. Als dat wel zo is, als die algemene aanwijzingen van jou eigenlijk een beetje vriendelijk geformuleerde of algemeen geformuleerde kritiek zijn op wat we nu in de universiteit doen, dan vind ik dat je dat ook openlijk moet doen. En dan moet je dat aanwijzen, dan moet je gaan zeggen welke boeken of welke onderzoeksrichtingen dat volgens jou vertonen. Hoe we hebben het ergens over. Maar zolang je het in algemene zin bedoelt, zit daar geen verschil van mening tussen ons. Maar ik kan het wel concreter maken, want het bouwt voort op een discussie die we ook eerder gehad hebben. Aan de hand van het proefschrift van Erik van der Vindt bijvoorbeeld. Dat ik voor alle duidelijkheid, ik zat in de commissie, ik heb het uiteindelijk goedgekeurd, dus daar gaat het niet over. Maar ik vind wel dat is een voorbeeld van een soort onderzoek wat een uitgangspunt heeft over, in dit geval gaat het over vrijwilligerswerk, en dat vrijwilligerswerk een bepaald soort van moreel goed vertegenwoordigt, dat beschermd moet worden in het licht van de verandering van de verzorgingsstaat. En ik vind dat een interessant uitgangspunt. Wat mij betreft mag je dat ook best wel in een onderzoek daarvan uitgaan, maar dat bedoelde ik met mijn eigen ongelijk zoeken. Dan vervolgens vind ik dat je net zo hard moet zoeken naar de morele waarde van het vrijwilligerswerk als hoe verschrikkelijk het misschien is. En dat er bijvoorbeeld mensen allerlei nieuwe vormen van vernedering met zich mee zou kunnen brengen, of vormen van uitbuiting, of dat het dat zijn een heleboel dingen die je misschien helemaal precies niet wil. Daar moet je net zo hard naar zoeken als te zoeken naar hoe het beschermd wordt omdat het iets moois is. Dat is wel een van de dingen die ik bedoel. Ja, dan vind ik dus dat als individueel onderzoeker had in dit geval Erik van der Vet ook onderzoek moeten doen naar negatieve ervaringen van cliënten met vrijwilligers die, ik zeg wel wat, te opdringers zijn geweest of te vrijpostig of te dichtbij komen. Had hij dat moeten doen? Dat onderzoek ging over de waarde van vrijwilligerswerk. Het ging niet speciaal veel over de ervaring van individuele cliënten, dus dan hoeft dat voor mij betreft niet. Maar het gaat erom, als je denkt van dit is een moreel goed iets, dat je dan in je onderzoek, dat bedoel ik met het propriaanse, dat je dan ook zegt van nou, dat denk ik nu, maar als ik het ga onderzoeken, dan moet ik net zo heel serieus denken dat het misschien helemaal niet zo is, wat denk ik dat heel veel waarde heeft of geen waarde heeft, of contraproductieve waarde heeft, inderdaad wel wordt opgegeten door, weet ik veel, de reorganisatie van de verzorgstaat, maar dat het helemaal niet erg is. Dat allemaal, dus in je kunt wel met een normatieve hutje beginnen, maar ik vind dat je dan juist je eigen ongelijk daarin moet gaan zoeken. Ik denk dat we het daar inderdaad grondig oneens zijn.
Uiteraard moet binnen de universiteit, of überhaupt binnen het wetenschappelijk onderzoek, moet er vrijheid zijn en ruimte zijn voor heel andere onderzoeken naar in dit geval de rol van het vrijwilligerswerk in het nieuwe bestel, na de invoering van WMO. En in die zin is openheid en antidogmatisme heel erg belangrijk. Maar dit ging over een concrete vraag en een concrete zorg. Namelijk dat in het gemeentelijk beleid van Den Haag, in de vormgeving van de WMO, dat daar in de beleidsstukken aanwijsbaar een taal domineerde waarin het over ging om vrijwilligerswerk in te schakelen, om de vrijwilligers een ondersteunende rol te laten spelen, om dat ook budgetteerd zo te doen dat dat voor de gemeente voordelig was. En de zorg die aan dit onderzoek de grondslag was, dat daarbij het morele zelfbegrip van de vrijwilligers, namelijk dat ze het niet doen om het gemeentelijke financiën op orde te brengen, of dat ze het niet doen om het gemeentelijk beleid te ondersteunen, maar dat ze het doen vanuit hun eigen zelfbegrip, vanuit morele motieven, en dat gaat dan over vriendschap en maatje zijn en ondersteunen, en dat ze het voor niets doen, dat het een vriendendienst is, of dat het in de economie van de gift zit. En nou, precies dat heeft hij proberen te documenteren, dat hun eigen geschriften en in interviews, als over hun werk praten, dat die morele inzet voor hen centraal staat. En vervolgens heeft hij dat aan de gemeente proberen duidelijk te maken. Dat was dus een poging om het morele zelfgift van de praktijk, om dat ook op het niveau van het beleid, om daar gehoor voor te vinden. En dat is ook een beetje gelukt. Er is een andere taal en andere begrippen die meer resoneren met hetzelfde begrip van die vrijwilligers, is in de beleidsnota terechtgekomen. En ik vind dus dat je moet onderscheiden tussen een onderzoeker die zich verbindt met een bepaalde praktijk, en dit is dan iemand die zelf vrijwilligerswerk doet, die daarmee verbonden is, maar het staat er zelf voor Jan Lau bij de politie of bij andere promovendi in het onderwijs of in de zorg, die betrokken zijn als professional bij de morele horizon van die praktijk, en die staat voor hen helemaal niet ter discussie. Dat is helemaal geen kwestie van ongelijk. En er is geen kwestie van gelijk of ongelijk. Nou ja, of je nou goede zorg levert of slechte zorg, maar dat maakt het uiteindelijk allemaal uit. Er is dus een morele horizon en die is helemaal niet willekeurig. Die is namelijk iets wat door de betrokken patiënten of door de betrokken leerlingen of door burgers ervaren wordt. Is dit goed werk of niet? En het versterken daarvan, onderzoek dat helpt om het gesprek daarover en de reflectie daarop, om dat te voeden. Ja, daar is plaats voor het initiatief onderzoek, maar het is één vorm van het initiatief onderzoek. Op het gevaar wordt dat dit voorbeeld nu wij gaan uitwerken en dat jullie toch niet kunnen volgen waar het over gaat, of wel? Nee, ik kijk even. Oh, sommige mensen wel. Maar laat ik er dan twee zinnen over zeggen. Kijk, ik vind het prima dat je zegt, het is, als mensen zeggen van ik doe vrijwilligerswerk vanwege bepaalde morele motieven. Dat is prima. En dat je dat ook erkend wil hebben in beleid, ook aan het best. Maar het ging er ook over dat de uitspraak was breder. De gedachte was dat vrijwilligerswerk ook een hele belangrijke morele waarde vertegenwoordigt als praktijk. In die bredere praktijk van die WMO, van die lokale verzorging staat. En op het moment dat je dat claimt, dan vind ik dat je ook moet kijken dat het misschien heel anders zou kunnen zijn. Ik had zelf bijvoorbeeld de proefschrift van Femi Jannum. Dat hadden we bedacht omdat het ging over de integratie van mensen met een handicap in de buurt. En wij waren daar volgens mij van tevoren best wel positief over. Wij dachten dat is goed en leuk. En nu gaan we laten zien dat ook best wel goed en leuk kan. Maar en alleen dan is dus de kunst dat je dus dat niet gaat bewijzen, maar dat je gaat kijken of het inderdaad zo is. En dat is dan het propriaanse moment. Dat bleek eigenlijk best wel tegen te vallen. Er bleken heel veel problematische kanten aan zitten die wij niet van tevoren bedacht hadden. En ik denk dat heel erg waardevol is. Vervolgens heeft Femianne vele zalen moeten toespreken met mensen die allemaal zichzelf
geweldig vonden, omdat ze namelijk hele goede bedoelingen hadden en haar niet konden verdragen, omdat ze niet de hele tijd zei dat die mensen ook geweldig bezig waren, of dat het allemaal geweldig ging. Maar ik denk dat als wetenschapper heel erg waardevol is om soms te zeggen, ja, we denken wel dat iets heel erg leuk en positief is, maar nou, als we dat gaan onderzoeken, dan zou het heel goed kunnen zijn dat daar enorme problematische kanten aan zitten. Zeker. Maar nu zitten we in het hart van de zaak, denk ik. Het is een hartstikke mooi onderzoek, belangrijk onderzoek ook, maar de methodologische inzet is om een patroon in de werkelijkheid op te spoken. En dat was een belangrijke trend van mijn verhaal. Het opsporen van patronen, daarover kunnen we Popperiaans, of liever in een iets meer geavanceerde hedendaagse versie denken, dat daar een werkelijkheid is waar we op basis van geëigende onderzoeksmethoden, en daar hebben we een gigantische sloot expertise voor, min of meer kunnen vaststellen, is dit patroon stabiel of niet, herhaalt het zich en is het waarnemer onafhankelijk. Nou, prachtig, is hartstikke belangrijk. Moet gebeuren. Maar mijn stelling is dat wetenschap en professionals in onze tijd, en wetenschappelijk opgeleide professionals, heel veel meer doen dan patronen opsporen en b, op basis van patroonkennis handelen. Het professionele handelen is maar voor een beperkt deel. Voor de simpele vragen is het gebaseerd op een soort kennis wat we kunnen falsifiëren of waar we ons ongelijk kunnen bewijzen op een manier die waarnemer onafhankelijk is. Maar naarmate we dichter komen bij vragen rond zin en rond humaniteit en vragen rond macht en rond uitsluiting en geweld en dichter komen bij ons eigen leven, bij ons eigen lichaam, daar is niet meer in de eerste plaats patroonkennis aan de orde, maar heb ik geargumenteerd, daar is de hamvraag, hoe leven we samen, wat doen we met elkaar, wat is de kwaliteit van onze relaties en hoe kunnen we dat bevorderen? Dan kom je dus op ethische en morele leerprocessen. En ik ben het echt heel erg met jou oneens dat het onverstandig is om de humanistiek als eigen wetenschapsgebied en gezicht te geven. Ik bedoel, de sociologie is ook ooit begonnen als een marginale idee van een paar intellectuelen in Parijs. En die heeft zich kunnen ontwikkelen. Of dat met humanistiek gaat gebeuren, dat is nog de vraag. Maar ik vind het wel degelijk legitiem en van groot belang om te zeggen, de humanistiek heeft een eigen object, zingeving en humanisering. En het verbinden daarvan. En dat is niet zomaar de condities voor het floreren van het menselijk bestaan. Dat is eigenlijk de humaniseringspoot. Maar het is ook het gezichtspunt van het individu, van de persoon. Dat is de erfenis van ons raadswerk, dat we ons afvragen, wat maakt een leven zinvol en wat kunnen wij mensen doen in ethisch opzicht, in relationeel opzicht, om ons leven zinvoller te maken. En dat is dus ook zelfonderzoek. En dat is onderzoek voor onze praktijk, hè, als betrokkenen, als geëngageerd persoon, als iemand die daar belang in heeft en bij heeft. Volgens mij, ik hoor je niet zo drie dingen zeggen die allemaal relevant zijn, maar het lang verschillend is wat. Het eerste is van, gaat het nou over patroon van wederkerigheid? Ik haalde het proces van Hermione Rehbold aan en toen zei jij van ja, dat is best goed natuurlijk, maar dat gaat over patronen in die je de werkelijkheid kan aantreffen. Maar ik kan daar niet zo veel met de tegenstelling tussen patronen en iets heel anders, omdat ik denk dat het klinkt een beetje naar wetmatigheden. Ik zoek ook niet naar wetmatigheden. Ik denk alleen dat we heel veel, waar we mee te maken hebben, is inderdaad, ik zou zeggen, nou ja, ik kan even zeggen van, hè, maar de aard en de condities van human flourishing, dat gaat ook over zingeving volgens mij, in alle situaties waarin we daarin leven, hebben we daar heel veel vragen over, alleen al omdat de samenleving verandert. Dus bijvoorbeeld is nu de vraag aan de orde van, hoe verhouden we ons tot vluchtelingen? Dat is een vraag die we op deze manier nog 2 jaar geleden nog niet hebben. En zo houden we eindeloos vragen over wat een goed leven is, die we voor een deel gaan beantwoorden, te kijken hoe doen mensen dat? Hoe leven ze nu? En wat voor patronen vinden we daarin? En wat voor dingen moeten we proberen te articuleren? En die patronen kunnen helpen om jezelf op begrip te brengen, te denken, oh, we zijn eigenlijk zo globaal
drie manieren waarop mensen daarmee omgaan. Waar hoor ik dan eigenlijk bij? En hoe verhouden ze tot elkaar? En om dat nou even weer terug te koppelen aan het andere onderzoek over vrijwilligerswerk in de herziening van de verzorgingsstaat, denk ik van, daar wil je ook iets weten over hoe werkt dat nou zoal en wat is dan inderdaad de waarde van vrijwilligerswerk. En als jij dat noemt patronen van de werkelijkheid, ja, dat weet jij niet. In ieder geval, ik denk dat het heel erg zinvol is om daar iets over te weten en ik kan mij dat niet goed. Ik denk dat dat inderdaad wel ongeveer wetenschap is. En ik weet niet goed, want daarna, want dat is het tweede, dan, daarna ga jij dus zeggen van ja, maar mensen doen veel meer, hè? Want ze handelen in condities van onzekerheid en in condities van macht en uitsluiting en geweld. Dat is waar, maar ook daar kan je wel iets proberen te begrijpen van wat er in situaties aan de hand is, zonder dat dan weer met maatregelen aan de orde zijn. En dan de derde stap die je maakt, die gaat over leerprocessen. En dat was inderdaad iets wat ik sowieso nog tegen je wil zeggen, want dat woord gebruik jij best wel heel erg veel. Dat behoort nog niet op mijn universum, omdat ik. En ik snap jou wel allemaal zo goed. Want ik denk, leerprocessen, ja, ze doen die zich dan altijd voor of zo. Ik bedoel, er zijn interacties. En mensen kunnen ook daarin dingen leren, maar ze kunnen ook best goed niks leren. En ze kunnen ook. Ik vind interacties heel interessant, maar ik zou niet weten waarom het nou. Waarom we zoveel te maken hebben met leerprocessen. Nou ja, weet je, ik denk dat dat een terugkerende verschil is tussen ons. Je hebt de hele tijd ook over wetenschap. Ik heb het over humanistiek als een humanistisch geïnspireerde wetenschap. Dus wij hebben het hier over de verbinding van wetenschap met humanisme als levensbeschouwing, als praktijk, als maatschappelijke beweging, als persoonlijke levensovertuiging, als engagement. Daar gaat het wat mij betreft over. En dat is precies wat humanistiek als wetenschap uniek maakt, anders maakt dan heel veel andere wetenschappen. Ook verbindt met bijvoorbeeld genderstudies of verwante studies, maar in ieder geval, het is niet alleen wetenschap. Wij zijn ook een wetenschappelijke beroepsopleiding. Wij moeten professionals opleiden die het goede doen in praktijken, die iets goeds doen in praktijken. En niet alleen goed in de zin van dat ze daar empirisch onderzoek gaan doen, waarvan ze de resultaten meedelen, maar goed in de zin van dat ze daar initiatieven ontplooien, dat ze daar bijdragen leveren die voor de betrokkenen tot verdieping van zingeving of tot vergroten van hun gevaar voor humanisering leiden. Dus die handen mag ik een vraag over je overstellen? Graag. Misschien heel erg wachten tot dan een soort logisch einde is, want dan, ja. Ik zou zeggen, wij zijn geen wetenschappelijke beroepsopleiding, wij hebben daar eentje op z'n best, zoals een medische wetenschap ook zo kunnen opleiden tot een bepaald soort specialist of tot huisarts. Maar wij zijn een universiteit. En dat is naar mijn smaak toch iets heel anders. En in die zin gaat het volgens mij een universiteit gaat over wetenschap en niet en over, in zekere zin over niks anders. Dan kun je wel denken, wat is die wetenschap dan? Wat voor wetenschapsopvatting heb je? Maar minder dan dat heb je geen universiteit, volgens mij. Ja, maar wij zijn toch in de Nederlandse onderwijswet zijn wij een aangewezen instelling. Wij zijn een van de twee van alle universiteiten, nemen wij een bijzondere positie in. En het lijkt net even dat jij dat eraf wil knippen. Nee, ik wil het niet afknippen, maar dat tot een universiteit als de andere wil maken. Wij zijn een aangewezen instelling vanuit een humanistisch engagement. Onze wetenschap die wij hier bedrijven staat in dienst van zin. Ja, daar ben ik daar ook over begonnen, wat dat volgens mij is. Maar dat sluit niet. Dat gaat over bepaalde waarden. Het gaat over een bepaalde sociale wetenschap, wat een heleboel andere wetenschappers ook hebben. Dus in die zin is het denk ik niet uniek. Maar het is wel zo dat het inderdaad anders is dan wat ik zei, filosofie of historische geschiedenis of sociale wetenschappers. Alleen maar met andere sociale wetenschappen. Dus het is maatschappelijk geëngageerd vanuit wat je zou kunnen noemen humanistische waarden. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar nu is de koppeling, jij maakt een koppeling naar leerprocessen. Ja, dat wil zeggen dat wij betrokken zijn, zou ik zeggen, op ethische en morele leerprocessen. Hoe moet ik goed leven en hoe kunnen wij beter samenleven? Ja, als je het zo ruim definieert, heb ik er geen probleem mee, maar dan krijgt het ook weinig invulling. Ja, maar dat zijn dus niet leerprocessen die je alleen maar kunt bevorderen door onderzoek
te doen naar zich herhalende patronen. Bijvoorbeeld, hoeveel procent van de Nederlanders engageert zich met vluchtelingen? En hoe is dat verdeeld over de sociale klassen? En onder welke omstandigheden zijn mensen bereid om dat te doen? Dat is een hele interessante kennis, maar het is nog niet de ethische en morele vraag. Hoe kunnen wij mensen helpen of ondersteunen of voeden of inspireren bij het opbrengen van meer engagement met het leven van anderen? Dat is precies de overgang waar het mij om gaat en die je mist. Wanneer je juristiek als een wetenschap, als alle anderen, als een Popperiaans te begrijpen wetenschap wil opvangen. Maar kijk, je gaf een voorbeeld van, kijk, ik zou ook zeggen dat het onderzoek naar, zeg maar, ja, dat is misschien wel nuttig, SCP of zo moet dat doen, tellen hoeveel mensen daar vluchtelingen steunen, maar dat is natuurlijk niet wat ik beweer. Dus ik denk wel degelijk dat in die zin dat we misschien niet zo ver op dat punt van elkaar afstaan, dat ik denk dat is inderdaad zinvol, maar ik zou terugkeren naar wat is een menswaardig bestaan en wat zijn de condities daarvoor. En dat betekent voor onszelf en voor mensen die wij hier verwelkomen of proberen te verwelkomen, daar heb je allerlei vragen over. Wat zijn de voorwaarden voor een menswaardig bestaan? En dat menswaardig bestaan, dat daarom zei ik interactie, dat zit onder andere in de interactie tussen verschillende soorten groepen. Zeker, maar interactie. En, je kunt ook uit morele hulpbronnen. En het versterken daarvan is niet alleen cognitief inzicht. Te hanteren uit te maken. Route 1 was maximale scheiding van waarden en wat wetenschappelijk in module 1 term was, en de andere was die morele leerproces. Ik vroeg mij af of jullie de wat nu te duiden is in het kiezen van verschillende optimaliseringsroutes, of dat het iets heel anders is wat jullie nu doen. Ik heb een vraag voor jou. Die kan ik niet goed beantwoorden, omdat ik heb die optimaliseringsroutes niet paraat. Oh, nee. Want die zitten niet in mijn universum. Maar laat ik het zo zeggen, ik vind die eerder, volgens mij die eerste heb ik wel vaak. Het ging over de vraag. Ja, zeg maar, het totaal. Het ging over de vraag of de waarde zo maximaal gescheiden zou moeten worden. Ja, maar volgens mij, daar zijn we het over eens dat dat niet hoeft, dat dat ook nergens over gaat. Dat was mijn poging om te beginnen te zeggen van er zijn heel veel waarden die we pragmatisch gezien relevant zouden kunnen vinden, waar we het over het algemeen met elkaar over eens zijn. En die zijn dus ook een uitgangspunt om te kijken hoe kun je die bevorderen. Bijvoorbeeld inderdaad menselijke waardigheid, bijvoorbeeld autonomie. Behalve dat was natuurlijk het volgende, dat er wel spanning. Ik denk dat het interessante is dat er spanningen zijn tussen waarden. En dat je die spanningen, dat je daar moet proberen om die te begrijpen en om te begrijpen hoe we ons daartoe kunnen verhouden in de praktijk. En wat betekent het om, wat zullen we doen, het nadenken over het helpen van vluchtelingen, autonomie en solidariteit bijvoorbeeld. Ik zelf heb die spanning die er dan zijn tussen waarden en de vraag hoe je daarmee leert gaan en mee omgaat, juist begrepen altijd als een morele leerproces. Namelijk, er zit spanning in, er zitten verschillende opvattingen, er zijn tegenstrijdige appellen op mensen. Hoe kom je daar nou verder mee? En daarmee niet naar de buitenkant blijven kijken en waarnemen dat die verschillen zijn, maar proberen aanmodderend te leren over hoe je met die spanningen die er zijn, onvermijdelijk zijn tussen waarden, hoe je daar dan toch verder mee komt. En dat begrijp ik zelf als morele leerproces. Hoe zie jij dat? Nou, het geeft me niet om het idee van hoe je dat die modus 3 elementen uiteindelijk teruggaan naar de modus 1. Dus dat die waarden elementen weer terugkeren in dat wetenschappelijke theoretische discours. Ik denk dat het idee is. Dat zijn de leerprocessen. Dus je kan wel de waarde vanuit een neutrale positie beschouwen. Maar dan hebben ze geen effect meer terug op de theorie, zeg maar op de modus 1 dimensie. In die zin, zoals u zei, in mijn wereld, ik kan wel proberen een huiswereld te begrijpen, maar in mijn wereld bestaan die niet. Omdat ik zou in het begin te zeggen dat waarde en wetenschap, dat je die zou moeten scheiden, dat hoeft.
Ik denk dat je over het algemeen wetenschappelijk geëngageerd bent vanuit een betrokkenheid bij een praktijk en uit betrokkenheid bij bepaalde waarden. Dus die modus ethici die zijn dan eigenlijk al weg. Ik denk tegelijkertijd ook dat wat jullie dan leert, dus nu, kijk, ik denk dat je dat. Ik kan me daar eerlijk gezegd gewoon iets bij voorstellen. Ik kan me iets bij voorstellen dat je probeert om je eigen, dat onderzoek ertoe bijdraagt om je eigen positie te begrijpen in, als individu, als groep. En dat je probeert om, er zijn allerlei dingen waar je probeert om spanningsscherp te krijgen, om verschillende logica's in het, te kijken hoe die zich tot elkaar verhouden en hoe je je daartoe verhoudt. En te proberen te begrijpen waarom sommige mensen zich voelen zoals ze voelen, dat kan ik me allemaal voorstellen. Maar mag ik dan misschien een concreet voorbeeld geven van wat ik bedoel met een ethisch en moreel leerproces? En dat zet misschien de hele discussie wel op scherp. Als we nu de geschiedenis van onze universiteit van de afgelopen 5 jaar nemen en ons afvragen wat helpt om de kwaliteit van ons onderzoek te verbeteren en wat helpt om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. En wat helpt om de bijdrage die wij vanuit de UvA kunnen leveren aan het beter omgaan met alle maatschappelijke vragen. Wat helpt om dat te verbeteren? Nou, dan kunnen we allerlei heel interessante vormen van onderzoek bedenken. Daarnaar, hè, allemaal onderzoekers van onszelf van buiten in dienst nemen. Die onze praktijk gaan bestuderen en die tot bepaalde bevindingen komen over patronen en over lacunes en over zwaartepunten en over tegenstellingen. En die ons een cognitieve kaart kunnen geven, hè, van bepaalde kenmerken daarin. Maar mijn punt is dat wat jij ook benadrukt, mensen zijn aan het klooien samen, er reizen misverstanden, er zijn constructies van bedoelingen van anderen die schaduwen creëren. Dat levert weer spanningen en teleurstellingen op die weer een eigen dynamiek gaan krijgen. En leren daarin, dat heeft dus heel erg te maken met wat ik zou zeggen ethisch en moreel inzicht. Inzicht in je eigen rol erin en in de mate waarin je daar verbindend of juist polariserend of afgesloten of minder afgesloten in opereert en hoe dat zou kunnen verbeteren. Maar ook in moreel opzicht, wat helpt nou de kwaliteit van onze relaties te verbeteren? Bijvoorbeeld door het organiseren van dialogen. Er zijn een tijd lang weinig dialogen geweest in de VA tussen bijvoorbeeld de leiding en de medewerkers. Nou, dat zijn we nu een beetje aan het doen en dit debat is daar in zekere zin ook een uitvloeisel van. Nou, dat noem ik het moreel leerproces. Dat is snappen wat helpt om de kwaliteit van onze onderlinge verhoudingen beter gestalten te geven. Ja, dat kan ik volgen, maar dan denk ik dat gaat gewoon over hoe gaan we met elkaar om, zou ik zeggen. En dat is op zich een interessante vraag, maar dat is eigenlijk heeft nog niks met iets van onderzoek te maken. Dus dan doe je geen onderzoek. Je doet onderzoek doordat je probeert om iets in zekere zin boven het, of in ieder geval op begrip te brengen. En niet door, als wij hier van elkaar praten, dan vind ik dat persoonlijk geen onderzoek. Dus ik zou zeggen, onderzoek heeft toch iets systematischer, iets planmatiger, of je dat nou filosofisch of historisch of sociaal wetenschappelijk doet. Maar daar zit een bepaalde idee in van dat je probeert iets op enige systematiek te brengen. Ja, dat geloof ik wel. En wat jij leerproces noemt, dat zou ik zeggen, dat gaat dan gewoon over hoe we met elkaar praten. Maar Lorien wil iets vragen. Dus ik zie de rol daarvan niet op een universiteit. Ik heb niet gehad voor dan Peter. Ik wil ook nadenken over die leerprocessen. En ook nadenken over wat ik zie als een opvallende overeenkomst tussen jullie. Namelijk dat je allebei als het ware een bepaalde deugden van de onderzoeker beschrijven. Namelijk bijvoorbeeld bij jou die een soort van betrokkenheid als kritische vriend. Bij jou het ondersteunende bij de toepassige diepte. En het lijkt, als ik probeer te begrijpen wat bij jullie een verschil is, lijkt het bij Evelien
om iets cognitiefs te gaan, iets wat, wat je wel als ware als een verhouding kan zien, maar wat uiteindelijk toch vooral iets cognitiefs is, in het onderzoek zelf. En wat Harry zegt, van eigenlijk als je het serieus neemt, dan is het niet alleen wetenschap, dan zit het in de hele persoon van onderzoeker, en daarom heeft humanistiek een bijzondere geschiedenis. Omdat wij dus die, zijn niet alleen een wetenschapsopleiding, maar ook die beroepsopleiding. Die bredere benadering heb je eigenlijk nodig als je dat van het ethische en het morele serieus neemt. Ja. Een beetje aan het puzzelen, dat ik het wel goed formuleer wat ik wou vragen. En heeft dat dan ook implicaties voor je onderzoek? Ja, het heeft ook implicaties voor je onderzoek. Ik wou eerst vragen of ik het goed begrepen heb, dat het als het ware, het leek als ik een bepaald soort overlappende deugden beschreven van bij goed onderzoek ben je antidogmatisch en heb je die betrokkenheid met een bepaalde praktijk. Daar zijn best wel veel overeenkomsten in. En, maar wat Harry zegt is eigenlijk van, dan ben je niet alleen wetenschapper, maar dan ben je ook geëngageerde professional. Ja. En die zegt, je bent in eerste plaats toch vooral wetenschapper met een bepaalde betrokkenheid. Maar ja, en dat, ik denk dat je dat wel goed hebt, ja. En ik denk dat dat klopt. In zoverre dat ik denk dat inderdaad, ik zie in iedere universiteit, maar ook deze, als primair iets waar je onderwijs en onderzoek doet. En het onderwijs moet geïnspireerd worden door het onderzoek, als het goed is. Dat is inderdaad in zekere zin primair op zichzelf voor jou als onderzoeker een cognitieve aangelegenheid. Dat wil niet zeggen dat je alleen cognitieve dingen onderzoekt. Je onderzoekt zeker ook juist heel veel dingen die met emoties te maken hebben, wat mij betreft. Dus daar zit het er niet in. Maar het zit er wel in wat je denkt, dat ik denk dat er een verschil is. In ieder geval vind ik dat dat onderzoek is, maar ik denk dat Harry. Dat nou, ik vind dat ook. Dus ik probeer te denken of ruimte te maken voor een omschrijving van onderzoek die breder is dan wat jij naar voren brengt. Ik ben het eens met en vind het van groot belang dat soort onderzoek meer gebeurt en dat dat ook aan de VA gebeurt. Dat is helemaal geen verschil van mening tussen ons. Ik zeg niet, er moet hier maar één onderzoek plaatsvinden en dat is waar ik het over heb. Ik heb een scala geschetst. Van vormen van kennisontwikkeling. En mijn enige these is, de humanistiek bevindt zich als menswetenschap, als nieuwe menswetenschap, in de unieke positie dat wij van huis uit, vanuit onze geschiedenis, ook verbinding hebben met een vorm van onderzoek die door mensen zelf gebeurt, met steun van een professional. Mensen die in een gevangenis of in een ziekenhuis of in het leger hun eigen situatie en hun eigen waarden en hun eigen zingevingsmogelijkheden onderzoeken samen met een ander. Dat is dus een vorm van ja, ethisch onderzoek. Wat is goed leven voor mij? Wat is zinvol leven voor mij? En idem dito, wat Jan Nam bijvoorbeeld gedaan heeft en wat veel andere promovendi die in onze normatieve personaliseringsgroep doen, is professionals, maar ook cliënten helpen met het samen onderzoeken. Wat draagt hierbij aan goed werk? Wat is hier goed werk? Maar het is onderzoek wat die mensen zelf doen. En het resultaat daarvan vloeit in hun eigen praktijk binnen. Dat helpt daar om beter te werken en beter samen te werken. En de onderzoeker ondersteunt, voedt, stimuleert, stelt belang, zit ze achter de vodden, enzovoort, enzovoort. Maar, en die gebruikt daarbij ook allemaal inzichten uit, laten we zeggen, in brede zin cognitief onderzoek. Maar de aard van het leerproces is gebonden aan levens van mensen en aan het floreren van praktijken. En is een actieve bijdrage daaraan. En mijn punt is dus dat wij op de UWH professionals opleiden die vooral in dat soort activiteiten terechtkomen. Het is maar een heel klein percentage van onze afstudeerden die het soort onderzoek gaat doen wat jij maatgevend vindt. En dat betekent dat nou, als ons onderwijs gebaseerd is op een norm van goed onderzoek, die eigenlijk helemaal niet aansluit bij wat die mensen in hun beroepspraktijk gaan doen.
die daar wel een rol in speelt, maar die daar niet maatgevend voor is. En dan zeg ik, laten wij vooral die andere vorm van ethisch en moreel onderzoek ten behoeve van praktijken als vorm van legitiem juridisch onderzoek neerzetten. En dat is wel gewoon wat ik mogelijk doen. Zullen we nog wat vragen over? Ja, ik denk dat voor een deel, begrijp dat... Of ethisch dan? Ik denk dat, dat het heel lastig is, ik ben daar niet tegen, maar ik denk dat het heel erg lastig is om dat te doen op een manier die ik inderdaad wetenschappelijk zou vinden, ja. Omdat je nou niet duidelijk is wat je nou, dus ik, dat, als organisatieadvies begrijp ik dat. En dat vind ik ook best een heel, is ook een heel prima professie. Om organisatieadvies te doen, maar zeg maar, wat er nou precies, wat nou de empirie is die je daarin opdoet, dat is volgens mij, ja, dat vragen we nou eens af, eerlijk gezegd. Maar ik ben gewoon niet aan het zeggen. Vraag van Peter. En daarna vraag ik. Ja, ik heb iets bij Evelien niet goed begrepen en ik wil graag kijken of ik het helder kan krijgen. Je zegt, humanistiek is geen eigen discipline, geen aparte wetenschap, het is een soort multidisciplinaire benadering. En toen stelde je de vraag, en is die nou kritisch? En toen zei je van, ja, wel, maar niet op twee manieren. Niet in de zin van de kritische buitenstaande. En ook niet in de zin van iemand die partij kiest. En toen zei je daarna, wat we wel moeten hebben, en in die zin is hun humanistiek wel kritisch, die van, in de zin van de kritische vriendin, een kritisch engagement. En dat snap ik eigenlijk niet, want als je vriend of vriendin bent, dan kies je in zekere zin toch voor iemand. En ja, kritisch, dat is dan misschien te veel van toch weer afstand nemen of erbuiten staan. Ik snap niet goed hoe dat kritisch vriendin zijn eruit ziet, als de humanistiek onderzoek doet. Nou kijk, dat was heel gecontrasteerd. Aan de ene kant de buitenstaander en aan de andere kant de partij kiezen inderdaad. En dus eigenlijk zeg jij van het is toch een soort partij kiezen, toch? Terwijl ik bedoel wat met partij kiezen, wat wel gebeurt, en is dat mensen dus zeggen van nou er is één partij in deze setting, bijvoorbeeld de vrijwilliger of bijvoorbeeld de professional of... meestal is het een vermeende iemand die minder macht heeft, daar identificeer ik mij mee en ik ga proberen om vanuit die positie te kijken en ik ga proberen om die positie te versterken. En dat vind ik zelf niet, dat vind ik zelf niet heel vruchtbaar, omdat namelijk de problemen van die partij zitten over het algemeen in de interactie. En het zal eerder zo zijn dat heel veel mensen het best wel heel goed bedoelen, maar dat er toch van alles misgaat, dan dat er nou een soort van onderdrukking van die ene partij is. En dat als we maar goed begrijpen wat die ene partij, de onderliggende partij, dat we dat en we ons daarmee identificeren, dan geven die misschien wel een goed gevoel, want dan identificeren wij ons ook mee. Maar dan begrijpen we nog steeds niet veel van de dingen die allemaal daarin gaan zijn. En dat noemen we het kritische engagement. Ik denk dat je met de partij kan engageren in de zin dat je zegt, het is belangrijk dat het... nou, goed onderwijs is belangrijk. En ik wil eraan bijdragen dat het onderwijs beter wordt. Maar niet de leerling is de dupe van alles. Dus kritisch engagement is met een zaak en niet met een van de partijen. Ja, ja. Dat is eigenlijk een hele korte manier om te zeggen wat ik heel lang zei. Ja. 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 Er was nog een vraag van Martina. Ja, ik denk dat de stem het al heeft. Ik had een vraag aan jou even, want ik ben in verwarring, want humanistiek is een benadering, ik heb het echt omschreven, dus het is wel een universiteit, maar het is geen wetenschap. En ondertussen vertellen ook allerlei promoties die we geleid hebben en zo, en promotieonderzoek. Dus mijn vraag is eigenlijk, wat is het onder wetenschap? Dat is mij totaal onduidelijk geworden, dus gewoon uit verwarring. In mijn idee heeft een wetenschap... Als je zegt, dit is een wetenschap, dan zeg je, het is een bepaalde body of knowledge. Daar horen bepaalde, kanon bij, er horen bepaalde ideeën over wat je in die wetenschap dan, wat je kennisobject is, wanneer je dat kennisobject dan wel of niet goed identificeert.
daar kun je allerlei twisten omheen, maar je hebt primair een body of knowledge en een bepaalde manier om daarmee op te gaan. En ik denk dat niet, ik vind het zelf niet heel vruchtbaar om de humanistiek op die manier te benaderen, omdat ik denk dat het inderdaad ten eerste uit verschillende soorten van disciplines samenstelt, die wel iets met elkaar gemeen hebben na een bepaald perspectief. Een perspectief van dat je wil graag bijdragen aan een betere samenleving en een menswaardig bestaan. Of humanisering en zingeving. Dat is waar je aan wil bijdragen en dat is ook waar je probeert aan bij te vragen door daar als universiteit, zou ik zeggen, kennis over te verzamelen. En die kennis is van verschillende soorten, want je kunt zeggen, we willen beter nadenken over wat is nou een zinvol bestaan. Nou, dat zal misschien eerder een filosofische vraag zijn. Of hoe hebben mensen daar zoal over gedacht? Dat is eerder een historische vraag. Of wat voor praktijken van zingeving zijn er dan? Of waar vindt men zingeving of zoiets? Wat is een zinvolle bestaan out there? Dat zal eerder een sociaal-wetenschappelijk of een empirisch filosofische vraag zijn. Dus ik denk dat er wel heel veel gemeenschappelijkheid daaromheen is. Maar ik zie daar niet één body of knowledge omheen. En ik denk dat dat helemaal niet hoeft. En sterker nog, ik denk dat het beter is om te zeggen dat je die problematiek deelt, dat er ook een reden is om dat te delen. En die reden is dat heel veel, als je naar de filosofiefaculteit kijkt, willekeurig in Nederland, dan is daar heel veel filosofenfilosofie. Dus je wordt daar heel goed als je de oude en de jonge Heidegger op 50 manieren kan onderscheiden en verder nooit iets maatschappelijks hebt gedaan. En dat geldt ook voor sociaal wetenschap, dus een heel goede reden om dat te doen. Maar het is nog niet één discipline. Ik ben het dan echt zo ontzettend met je oneens. Kijk, als ik even vergelijk met de pedagogie, hè, dan zou je naar jouw maatstaven gemeente ook kunnen zeggen, wat is nou de body of knowledge van de pedagogie, wat zijn dat? En dat zijn een aantal maatgevende auteurs uit het verleden, waar de discipline zich op oriënteert. Ik zou zeggen, het probleem van de mystiek is eerder dat ons body of knowledge zo groot is. Dat we de ongelooflijke complexiteit van de filosofische traditie en wat daarin aan ethisch en morele inzicht van de religies, de religiewetenschappen, van de sociologie, van de pedagogie. Dus wat ons tot een wetenschap maakt, is dat wij dat richten vanuit een hele specifieke vraagstelling, namelijk zingeving en humanisering en het bevorderen daarvan in de praktijk. En ook daar is een hele body of knowledge. Ik vind het echt een beetje jammer dat je zo makkelijk wegwerpt wat er in die 40 jaar hier in het hooi in het UWH, bijvoorbeeld rondom het raadswerk, rondom HWO, aan praktijkkennis en aan publicatie daaromheen is opgebouwd. En hoe wij nu proberen om dat met elkaar te verbinden. Maar dat doe ik absoluut niet. Als ik zeg dat het geen wetenschap is, zeg ik daarom niet niks over de waarde van wat iemand hier doet. Ik zeg alleen dat je, daar heeft het helemaal niks mee te maken, maar de vraag is het een wetenschap? Ik vind trouwens die vraag niet zo super belangrijk, eerlijk gezegd. Je zegt er zo nadrukkelijk, wij moeten geen wetenschap willen zijn. Nou ja, omdat ik wel denk dat het schept ook een aantal verplichtingen. Dan moet je inderdaad wel zeggen wat je body of knowledge is, dan moet je wel zeggen hoe zich dat tot alle andere wetenschappen verhoudt, of dit een aparte wetenschap is. Ja. Ik denk dat dat ook wel helemaal niet nodig is. En ik denk wel dat het gevaar ervan is, en dat is dan wel. Ik denk dat het gevaar ervan is dat je best wel sectarisch wordt. Tenzij je zegt dat er in de hele wereld overal humanistiek als wetenschap is, maar het is natuurlijk niet zo, want wij zijn de enige van dat soort universiteit. Dus je isoleert je eigenlijk heel erg voor niks. Want je hebt heel veel bondgenootschappen, omdat op heel veel terreinen, als je zo gauw je een onderwerp neemt, dan zijn er heel veel andere wetenschappers op allerlei plekken die daar ook affiniteit mee hebben. Dus het is niet nodig. Het sectarisme vind ik echt een beetje een onzinnig argument. Ik kan zo een aantal subdisciplines in de sociologie of in de managementstudies aanwijzen die ik uiterst sectarisch. Ja, die zijn er ook, zeker. Zeer wetenschappelijk zijn en uiterst sectarisch. Dus er is helemaal geen interne tegenstelling tussen wetenschap zijn en sectarisch zijn. In de zin van dat je één paradigma of één onderzoekstraditie probeert uit te venten of zelfs verabsoluteert. We hebben een groot probleem van de scholen in allerlei wetenschappen. Nou, dan kun je even goed sectarische disciplines noemen. Dus dat is inherent aan het wetenschapsbedrijf. Dat is niet iets wat ons onderscheidt van andere het gevaar van sectarisme. Dat is overal aan de orde. Maar ik vind het gewoon dat is onverstandig om
te zeggen, hun is niet alleen een benadering. Wij zijn gefinancierd als universiteit, wij leiden masters op, we halen ze hier binnen. Humanistiek, de masterstudie, de wetenschappelijke studie is de grens. We hebben promoties. Ik bedoel, wij zitten in de hele instituut van de wetenschap. En ontlenen daar ook onze legitimiteit aan. Als je zegt dat we een universiteit zijn, ja, dan moeten we daar... Ja, maar juist omdat we een universiteit zijn, zijn we geen discipline. Want het zou heel mal zijn om een universiteit rond één discipline te maken. Maar toch is dat wat wij zijn. Ja, maar dat zou wij zijn voor humanistiek. Nee, voor humanistische studies zou ik dan ook zelf veel liever weten. Ja, dat zou jij misschien wel weten. Ja, maar dat vind ik ook. Ik weet het ook zo, ja. De humanistische studies, dat is wel iets, maar dat is een conglomeraat. Ik vind dat je onze hele geschiedenis zo makkelijk opzij zet. Je komt hier nieuw en je zegt, ach, laten we het maar anders gaan doen. Nee, maar dat vind ik te weinig respectvol, met alle respect. Want André, ik ben het niet met mij eens, maar ik gooi helemaal niks weg. Ik zeg alleen dat ik daar anders naar kijk. Ik denk dat er wel degelijk een kern is die hier kan benoemen. Die heb ik volgens mij ook benoemd. Ik heb alleen gezegd, dat vind ik niet één wetenschap, één discipline. Die heeft allerlei bondgenootschappen met allerlei externe partijen buiten. En buiten heb je ook sectarisme, maar dat heeft geen reden om te zeggen dat we hier daarom ons geen zorgen zouden hoeven te maken om sectarisme. Ik denk dat je dus kan zeggen, je hebt een kern van een benadering die ik volgens mij heb geprobeerd te schetsen. Wat is humanisme en wat is dan humanistische wetenschapsoefening? Maar we hebben het vervolgens alleen maar over of dat wel of geen, niet één wetenschap is. En daarvan zou ik voor één discipline, en daarvan zou ik zeggen, dat lijkt mij niet verstandig. En ik vind het ook niet nodig. Ik vind het ook niet verhelderend en ik vind het wel enigszins gevaarlijk. Maar weet je, humanistiek is een term die door Van Praag genoemd is. En die een hele lange geschiedenis heeft, waar heel veel, waar een body of knowledge omheen ontwikkeld is. Hoezeer jij dat ook misschien irrelevant of onbelangrijk mag achten. En ik vind het van uiterst belang om te zeggen, wij zijn niet humanistische studies. Humanistische studies is iets anders dan humanistiek. Humanistiek is een wetenschappelijke beroepsopleiding met een praktische inzet. Het is niet zomaar studies van de humanistische tradities, dat is het ook. Of studies vanuit een humanistische inspiratie. Dit is een gericht op zingeving en humanisering. Er zit een handelingsperspectief bij. En dat is iets wat ons verbindt met de humanistische geschiedenis, met de humanistische bewegingen, met de maatschappelijk gerichte inzet. Dus het woord humanistiek is niet zomaar iets dat we kunnen zeggen, nou ja, een beetje ongelukkig kans om dat iets anders te zien. Dat vind ik... maar jij vindt dus ook dat ze, maar de Engelse term vind je niet kunnen eigenlijk? Nou, humanistic studies, dat is wat anders dan humanistische studies. Hè? Humanistic is in het Engels veel breder dan humanistisch. Er is een groot verschil in het Engels tussen de humanistische beweging bijvoorbeeld in Amerika en wat die voorstaan, humanism en humanistic studies. En dat is studies die geesteswetenschappelijk zijn, die een waardehorizon hebben, die van een actorperspectief uitgaan. En dat zijn humanistische, nou ja. Zeker. Dus er is... Nou, misschien komt dit gaat volgens mij niet... ik denk dat dit wordt te gedetailleerd. Of nou humanistiek of humanisme of nee, ik denk dat niet. Dat gaat mij op woord humanistiek. Ja, nee, ja, ik denk dat dat inderdaad, ik zou zeggen humanistische studies, dat lijkt me heel goed dat ze zijn. Ja, ja. Rector Sander en Jana, dat is niet de stem. Ja, dat is nooit goed. Dus, we gaan nog even naar de zaal toe in maar 4 minuten. En dan stoppen we. Zijn er nog vragen misschien uit de zaal? Ja, ik wil nog iets vragen en zeggen over de relatie tussen waarde en methode, waar ik ook steeds over ging. Wat dan echt de kennis is die we hier willen genereren. En het eerste wat mij heel steeds erg opvalt, wij zijn heel duidelijk een normatieve universiteit. En daarin zijn we ook helemaal niet zo erg uniek. Er zijn heel veel studies en althans onderzoekingen die vanuit waarden vertrekken, heel duidelijk. Ik ben bijvoorbeeld betrokken bij een studie in Leiden, dat ons onderzoek naar justitiële inrichting. Ik denk daar duidelijk vanuit een normatief idee. Weet ik het heel op zien? Dus daar doen ze onderzoek naar bijvoorbeeld juridische jeugdinrichtingen, heel normatief gericht. En dat zit dan allereerst die waarden in de doelstelling van het onderzoek. Je wilt er iets mee veranderen. En die doelstelling is dan heel helder normatief gericht. En dat zegt dan niet alles over een uitwerking voor de rest van het onderzoek. Die
je probleemstellingen en et cetera. Maar we hebben hier een hele duidelijke missie, en dat is communicering en zin geven. En ik ken geen plek eigenlijk waar de missie zo helder is als hier. Dus dat is zo extreem duidelijk en veel besproken en iedereen is daar ook mee bezig in onderwijs en in onderzoek om dat te koppelen en daaraan te werken. Ik ken eigenlijk geen plek waar dat zo aanwezig is. Dus ik denk ook bij als we daar gewoon mee doorgaan en vooral met elkaar uitwisselen hoe we dat doen en wat we daar precies mee bedoelen, dan komt het wel goed, zou ik bijna zeggen. Daar zou ik ook niet al te veel over willen praten, inderdaad. Maar daarmee wou ik nog zeggen dat dat onderwerp van de ministerie wat wij dan doen, is wij richten ons misschien wel op een specifieke thema's. Misschien op, misschien moeilijk bereikbare groepen, groepen die het moeilijk hebben in de samenleving, die weinig macht hebben, weinig stem hebben, dat soort groepen. Alleen dat vind ik dat zijn de onderwerpen van onze studies, van ons onderzoek. En dat is niet hetzelfde als een type kennis, of als een type methode die je dan per se voor dat onderwerp moet hanteren. Ik denk dat daar een beetje een misvatting in zit. En ook de verschillen tussen modi 1, 2 en 3, ik vind dat als ik kijk naar hoe empirisch onderzoekers werken, dan vind ik dat een karikatuur van kennis, zeg maar. Niet van die wat iedereen, maar van de kennis van een empirisch wetenschapper. Want die doet eigenlijk niet anders dan door die 1, 2, 3 heen wandelen, voortdurend hek en weer. Je zit iedereen te modderen met eigen ethische overwegingen, met een plek in de organisatie. En wat van welke afdeling, wat precies dan kan betekenen, hoe dat dan geregeld moet worden. En dan uiteindelijk naar kennis gaan, hoe je dat dan goed bestudeert. En dat, die interactie tussen iedereen lagen, die vind ik eigenlijk daar bijna dagelijks, zou ik willen zeggen, plaats. En dat is misschien in theoretisch onderzoek moeilijker voorstelbaar, maar in empirisch onderzoek is dat nogal snel op elkaar betrokken, wordt snel op elkaar betrokken. En dan is het in feite zo, denk ik, als je dan je onderzoek zou, we blijven inderdaad een universiteit. Dus wetenschappelijke kennis is toch de core business van onze universiteit. Zonder dat overleven we niet. Dan houden we gewoon op als we geen wetenschappelijke kennis meer creëren. En dat is misschien ook een van de dingen die, denk ik, erg belangrijk is, kennis dan op gericht. Hè? Als ons richt op die laag van moeilijke problemen, moeilijke zaken, mensen moeilijk, etc. Dan gaat het dan steeds op hoe kunnen die mensen dan die onderwerpen, die thematiek het beste zo goed mogelijk bestuderen. Op welke manier kunnen we dat het beste doen? Dus in plaats van, ik zou zeggen, tot slot, in plaats om af te, om ons onderzoek te richten op begeleidend onderzoek, zoals jij dat ook zei, Harry, begeleidend onderzoek of ondersteunend onderzoek bij dat soort problemen. Waar eigenlijk niet weg gaat om kennisontwikkeling, begrijp ik dat dan, van ondersteunend en begrijpend onderzoek. Dat denk ik een verkeerd pad zou zijn, want we niet meer wetenschappelijke kennis creëren, maar alleen maar toepassen. En dat is daar niet mis mee, maar we zijn wel een universiteit. En ik zou zeggen, dat is juist onze taak, want we werken dan wel in dat veld als humanistieke organisatie. Ik denk dan juist zouden wij als wetenschapper moeten bijdragen, hoe kun je dat dan doen, die toepassing? Hoe kun je dat dan doen, die mensen helpen, hoe kun je dat soort praktijkgericht onderzoek dan uitvoeren? Dat wij juist ons wetenschappelijk onderzoek daarop richten. Dus dit is weer het onderwerp van ons onderzoek, dan dat alleen maar, we kunnen het wel bij doen misschien, dat we alleen maar onze kennis richten op het helpen van het doen van dat soort zaken. Daar zijn ook andere vormen. Wij zijn juist voor om dan te bestuderen hoe dat moet, zou ik zeggen, om tot nieuwe kennis te leiden. Ja, ik ga het dan. Wie wil antwoorden, Harry, misschien? Om te beginnen? Nou, twee zinnen. Ja, ik denk, ik vind het heel helder wat je zegt, want dat ook een belangrijke bijdrage. Het is glashelder dat wij wetenschap moeten blijven bedrijven, wetenschappelijke kennis moeten genereren, zoals dat ook op andere universiteit gedefinieerd wordt. Daarnaast en in verbinding daarmee doen wij ook nog iets anders. En ik denk dat jouw bijdrage aan de discussie en mijn beginlezing, dat de grote afstand daartussen duidelijk maakt hoe belangrijk het is dat we dit gesprek voortzetten. Nou, mocht er nog vragen zijn misschien, anders moeten we de avond afsluiten. Dat was mijn idee, dat het ging afstand. Ja. Dan sluiten we hierbij af. Na applaus van hadden wij...